Kom op ons 30ste filmpje! Ja, want we hebben al 30 keer voor jullie staan optreden eigenlijk op de laptop of op de gsm. Ja, en vandaag hebben we nog een speciale keer. Niet alleen onze jubileum vandaag, maar we hebben nog een ander jubileum en dat is van Willy en Marie-Christine. Ja, en meer bepaald Willy van Meijragen en Lazou Marie-Christine. Zij zijn 50 jaar getrouwd vandaag. Dus proficiat, echt waar. Wat kunnen wij nu toewensen? Veel geluk, een goede gezondheid en vooral nog vele mooie jaren en liefde samen. Hè? Ja, het feest moet je nu jammer genoeg even nu uitstellen, maar in de toekomst zal het wel terug kunnen georganiseerd worden. Hè? Ja, uitstel is geen afstellen. Nee, dus ja. En hun zoon, Gregory van Meijragen, wou je toch op een speciale manier verrassen. En we hebben gehoord dat ze fan zijn van Wiltura. En we zijn dan eens gaan kijken tussen zijn repertoire. En wat hebben wij daar gevonden? Een heel mooi liefdesliedje. Ja, een klassieker. Een klassieker van formaat, hè. Ja, echt wel. Kan ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Blauw, zo hemelsblauw. Speciaal voor Willy en Marie-Christine. Elkaar.
nogmaals een dikke proficiat voor Willy en Marie-Christine voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Zeker en vast. We mogen heel blij zijn dat er nog altijd mensen zijn die elkaar zo graag zien. Hè. Dat is, wij zetten dat nog even af, hè? Ja, het zal wel zijn. Maar een belangrijke boodschap, en die komt eigenlijk aan het einde van dit liedje. De liefde brengt ons ooit weer bij elkaar. En dat gaat ook zo zijn met coronavirus. Ooit gaat dat stoppen en ooit kunnen we weer allemaal samen zijn. En naar die een dag kijken wij allemaal uit. Ja, dat zou wel zijn. Amai. Ik ga een gat in de lucht springen gewoon, als dat zo is. Echt waar. Ik ga door dat gat springen bij ze. Oh. En het is ook zo. We snakken terug naar samen zijn en we snakken terug naar dat contact. Ja, want we hebben het ook al een keer gedaan, hè. Zo van, samen zijn is samen lachen, samen huilen. Zeg, even serieus, morgen. Ja. En met een heel speciaal verzoekje, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Oei, zeg het eens. Ah, wel, ik ga nog niet verklappen welk dat is. Ai, maar, waarom niet? Ja, het is een liefdesliedje. Oesjesjesjes. In het Engels. Is dat van... Niks zeggen. Niet verklappen. We laten nu in spanning tot morgen. Ja. Denk het wel dat is wat je denkt? Ja, ik denk dat is. Maar in ieder geval, jullie zijn super bedankt om altijd te blijven kijken. Maar meneer, waar is dat lijstje nu weer? Ah, daar is ze. Kijk, maar meneer, al een lijstje met liedjes en nog eens liedjes. Niet te doen, hoeveel aanvraagjes dat er binnenkomen. We gaan er een keer een paar zeggen, hè. Dus we staan nog op. Vandaag mag de deze weg, hè. Dus dat kunnen we al afvinken. Ja, we hebben nog als een leeuw in een kooi. Goedemorgen, vrienden voor het leven. En nog van alles. Maar jullie mogen niet vergeten, we schrijven alles op, maar we kunnen niet alles op dezelfde dag doen. Ja. Dus ik wil niet zeggen omdat we er niet direct aan beginnen, de dag erna. Zij schrijft alles op. Ik schrijf alles op, ja. Kijk, en ik schrijf ook de naam bij wie het gevraagd heeft. Dus ja, het is niet omdat het er niet direct op komt, jullie verzoekje, dat het niet meer eraan zit te komen. We hebben nog niet gedaan. Nee, en sowieso, zelf al is het corona gedaan, we hebben daar ook al eens over gepraat, zijn we van plan om minstens één keer per week ook een filmpje te posten voor mensen die niet altijd naar de optredens kunnen komen. En ook gaan we proberen om, als we terug mogen gaan optreden, om een keer live te gaan op Facebook, hè. Dat deden we ervoor eigenlijk ook. Ja, dat deden we ervoor eigenlijk ook altijd meer en meer. Maar nu, ja, met die corona-periode zal het moeilijk zijn. Dat is voor de mensen die er dan bijvoorbeeld een keer niet kunnen bij zijn in verband met een seniorennamiddag, dat privé is of zo, dat ze toch een keer... De klein beetje de sfeer kunnen opsnuiven. Hè. En nu maken jullie kennis met ons repertoire en met onze stemmen. Dus ik hoop dat we jullie daarna massaal kunnen begroeten op onze optredens. Hè. Ja, en nogmaals, proficiat aan... Willy en Marie-Christine. En dank u aan Gregory voor de aanvraag. Ja, dag. Tot morgen.